kleurplaatje van Memphis, want die moet naar het ziekenhuis, die moet geopereerd worden. Het is zo koud. Nee, dat poep gaat gewoon niet goed. Oh. Hoi, een hele goede morgen en welkom bij Vlogmas dag nummer 2 al. Vandaag komt Sinterklaas en de Pieten op school, dus ik ga zo even naar Memphis school toe. Nick is zelf vast naar school toe gaan brengen, want ik haalde het niet met aankleden en alles. Ik was weer te laat. Maar ik had ook al echt een hele ochtend erop zitten. Ik had de honden uitgelaten, brood gemaakt, ik know the drill. Dus ik was echt even helemaal, ik wilde gewoon net even rustig mijn thee drinken en rustig bijkomen. Ochtend voor mij. Mega veel vragen gekregen over deze trui. Dat was echt niet normaal. Ik heb hem gekocht in Zandvoort. Er zit een klein winkeltje Beecham. Daar komt hij vandaan. Hij zit ook echt super lekker en hij is niet eens zo heel erg duur. Kijk, het lijkt net een pauw. Dit is het boek of het kleurplaatje van Memphis. Want die moet naar het ziekenhuis, die moet geopereerd worden. En dit is wel heel erg leuk dat ze dit doen. Want dan ga ik samen met Memphis ga ik dit inkleuren. En dan zegt hij zeg maar een verhaal over wat er dan gaat gebeuren hier bij de dokter. Oh wacht, dat gaat een beetje lastig. Met één hand. En hier dan dat hij er ligt en aan het bijkomen is van de operatie. Dus dit gaan we allemaal inkleuren en samen dat verhaaltje hier lezen. Zodat Memphis weet wat hem te wachten dadelijk staat. Want hij moet dus buisjes in zijn oren, alle twee. Zijn neusamandelen worden eruit gehaald en zijn keelamandelen worden eruit gehaald. Dus het is in één ingreep meteen. En wat was het nou? 20 januari moet hij geopereerd worden in het AMC. Dus het wordt spannend. In ieder geval vind ik dat wel echt super leuk dat ze zo'n boekje dan hebben. Zodat we in ieder geval weten van hoe of wat. Dat het spelenderwijs ook bij hem een beetje binnenkomt. Ik ga nu even wat eten. Want ik heb honger en ik heb nog niks gegeten. Alleen weet ik nog niet wat. Want ik heb niet zoveel in huis. Ik moet nog boodschappen doen. Oh my god. Het is zo koud. Oké, ik moet dus gaan krabben, maar ik heb dus echt geen zin om te krabben. Ik ga boodschappen doen. Weet je wat, ik doe gewoon alvast die motor aan. Dan wacht ik gewoon net zo lang totdat dat ding klaar is. En dan mijn ruitensproeier ding aandoen. Yo, nou volgens mij gaat dan weer inderdaad dat gaat niet goed. Oh shit. Fuck, ik moet gaan krabben. Ik weet niet waar ik mijn krabdingen heb. Oh nee, dat meen je niet. Want ik weet ook niet welk knopje je gebruikt om zeg maar dan de... het raam te heaten. Kijk dit. Nul. Oh my god. Ik heb dus net in plaats van de raam aangezet, mijn stoelverwarming aangezet. Ik weet dus niet hoe je, welk knopje voor de raam is. Ik doe wel een paar keer dit. Kijk, dat gaat ook weg. En nu komt de leukste uitdaging. Het is namelijk spekglad. En ik ga met de auto rijden. Jee. Oké. Ik ben serieus bevroren. Als mijn lippen zijn helemaal droog van kernel. Ik ga nog even langs Memphis om te kijken of Sinterklaas er al is. Maar ik heb hem niet gegeten, dus ik ga heel snel doen hoor. Zo, weer terug op je plek. Ik ben thuis en ik heb nu even lekker een stokbroodje met kaas. Een wit stokbroodje vind ik zo lekker. Mijn favoriete thee, groene thee met sojamelk en wat honing. Eventually. Nee, dat is veel. Ik heb hem dus net helemaal afgekregen. Yay. Ik heb het zo koud. Ik weet dat ik dat al 100 keer heb gezegd, maar ik word maar niet warm. Even gemediteerd. Oh, wacht even. De bel. Yes, dat was ik weer. Ik had dus net even gemediteerd en volgens mij ben ik half een beetje in slaap gevallen. Maar ik heb net nu even een theetje gemaakt, want ik heb het ook koud. En ik moet ophouden met dat zeggen, maar ik heb het echt heel koud. Ex on the Beach. Ik had die laatste seizoen al nog niet gezien, dus die ga ik nu weer even een programma van kijken. Dat was hem, ja. Ex on the Beach. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, W. Die intro is alleen al freaking heftig. Hoeveel ruzies daar wel niet voorbij komen. En toch vind ik het echt super spannend om naar te kijken. Hey, ben je al thuis? Ja. Oh, wat is snel. Oh, die heb
Een kookboek. Plassen. Oh, doe snel je jas uit. Oh, dat... Oh, dan moet je boven plassen, Memphis. Ik vergeet helemaal mijn dingetje in te nemen, want ik heb best wel lastige darmen. Dus het poep gaat gewoon niet goed. Het is echt dat knijterhard. Dus ik neem dit. En dit is gewoon echt een vezel. Ik had dus laatst gelezen dat je 30 tot 40 gram vezels moet innemen. Nou, dat is echt wel best wel veel. Want in een volkoren boterham zit 2 gram. Dus moet je nagaan, moet je de hele brood eten, wil je 30 tot 40 gram binnenkrijgen. Ik kan niet lachen. Wil je ogen open? Moet ik ogen dicht doen? Ja. Nu ogen. Mag ik ze open doen? Ja. En pepernoten. Oh, heb je die? Ja. Nou. Ik heb alle drietjes. Kijk maar. Heb je die in je zak gedaan? Ja. Wat goed van jou. Drietjes. Oh, wow. Die mag ik echt opeten. Ja. Heerlijk, die op de grond hebben gelegen. Vindt mama ook zo leuk. Heerlijk. Maar anyways, wat ik aan het vertellen was, ik slik dus dit. Het is gewoon van Holland en Barrett. Barrett, Holland en Barrett. En het zijn dus gewoon vezels. En hierdoor kom ik wel aan mijn 30 tot 40 gram. Want 30, 40 gram is echt veel. Nee, ik hoef niet, schatje. Nee, ik hoef dat echt niet. Oeh, mama heeft volle buik. Ik vind dat zo vies als dat op de grond heb gelegen. Dus ik ga nu even, ik doe dat met sojamelk. Want anders is het niet naar binnen te harken. Het is echt mega goor namelijk. Hier stond nog paté. Hier stond nog paté en hier ook en zo. Maar dat is er vanaf gegaan. Maar kijk. Oh, wat leuk. Die is echt leuk. Oh, jammer dat die paté eraf is gegaan. Maar echt leuk. Ja. Zijn paard in de jaar. Oh, wat leuk, schat. Ik ga hem zo even goed lezen. Ik moet even mijn dingen innemen. Ik ga vanavond een super gezonde en lekkere soep maken. En daar gaat broccoli in, boerenkool en nog heel veel andere lekkere dingen. Witte bonen. Hij is echt super yummy. En je krijgt echt al je vitamintjes binnen. Dus die ga ik nu even maken. Dit is het. Zoals je ziet echt een hele pan vol. Het past er bijna niet in. Het is ook helemaal groen. Het is vanavond pakjesavond. Dus ik denk lekker om met een soepje te beginnen. Want ik heb ook nog warme chocomel met slagroom voor vanavond. En nog heel veel andere dingen. Wat echt yummy is voor vanavond. We maken er ook niet zo'n hele happening van. Wij zijn meer van de kerst. Vinden wij leuker. Oh, mijn camera gaat de hele verkeerde kant op. Omdat ik aan het roeren ben en met jou aan het praten ben. Ik ben twee dingen tegelijk aan doen. Gaat weer lekker. En dat kan ik gewoon niet. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Nou, alles ligt lekker onder, dus ik ga het nu lekker laten koken. Ja. Wat wil je? iPad. Op mama's iPad, ja. Wil je Netflix kijken? Nee, ik ga even anders kijken. Oh, vind ik ook goed. Ja. Heb je boven opgeruimd? Eerst even opruimen. En dan mag je op de iPad. Even snel opruimen, ja man. Oké, zie ik je zo. Ja. Zo schattig. Ik doe dus altijd mijn soep blenden gewoon in dit ding. Don't you know, pop it up. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, the bell. Oh, we are in there. Oh, dit is de klas. Wij moeten eventjes nog jouw kleurplaat inkleuren van het ziekenhuis. Oh, van het ziekenhuis? Ja, die moeten we nog inkleuren die we van de dokter hebben gekregen. Weet je nog? Ja. Waar is die? Pak hem even. Ja, die gaan we morgen doen, oké? Morgen? Ja, die gaan we morgen doen. Oké. Gaan we morgen inkleuren dan? Maar eerst moeten we naar bed en dan gaan we even... Oké, okay, is goed, schat. Nou. En hij is klaar, mijn soep. Doe even een stroopbootje doorheen met aioli. Super in de mix. Ik zat gewoon in mijn neus, per ongeluk. Oh my god. Hij is echt zo yummy, yummy, yummy. Echt lekker. Zijn de cadeautjes. Wat doe je? Mond open. Oh, nou. Oh, wow. Nee, ik hoef niet. Nee. Ik vind dat niet lekker zo. Ik heb al hier in mijn chocomel. Doe eens doorslikken.
Even een Sinterklaasliedje. Oh, huh? Hoor je dat? De deur, ga kijken! Ga kijken! Wat is dat? De Pieten en Sinterklaas zijn al bij ons langsgekomen. Ze hebben al geklopt op de deur. Waar is je cadeautje? Waar is je cadeautje dan? Niet. Ja, daar is het! Neem ze maar mee, hoor! Jeetje! Die reactie, jongen. Wow! Wat zit hierin? Wow! De kindjes zijn naar bed. Ze zijn naar bed. Het is het rustig, hè? Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. En dan zie ik je morgen weer bij een nieuwe vlogmas. Super, super mooi. Ik heb net mijn video geëdit en ik ga nu keihard pitten. Echt. Love you. See you tomorrow. Sweet dreams. Mwah.